Gebruik code KWEB voor 200 speed en code HANB voor rechterhand en baba. Broertje, luister. Jij zegt al zo lang tegen mij, broer, regel voor mij een sappige chickie waarmee ik op date kan. Ja, onze brada Tibbe heeft voor jou een date geregeld. Jeetje. Dus jij gaat vandaag op jouw eerste date, op jouw Fortnite date. Dus zet je race aan, broer. Jouw W race, want je moet gaan racen, broer. Mm-hmm. Tibbe, hoe heet ze? Jij moet vragen. Broertje, vraag aan Tibbe je vraag. Hij, hoe heet ze dan? Ze heet Jasmijn. Jasmijn. Eh? Jasmijn. Tura X Jasmijn. Oké. Hoe oud is Tibbe? Ze is 15. Hey, broertje, 15? Lessen. Jij bent 13. Hoe oud ben je? 13 of 14? Ik ben 14. Oké, jij bent 14. Je moet zeggen dat je 16 bent. Je hebt toch? Zeg dat je 16 bent. Snap je? Voor die reden. Ja, wat is haar afkomst? Volgens mij die Surinaams een beetje. Oké, dus je moet een beetje die accent gooien, die bamba. Wat doe je dan, Yusushi? Wat doe je dan, Sani? Ik kom wel even langs komen, toch? Yes! Hallo? Ik heb uitgezet. Oké, broertje, jij moet ons carry, hè? Want jij bent gekwalificeerd voor de Wereldcup en zo. Geen stress, bro. Oké, doe rustig aan, Yusushi. Praat met me. Hoe heet jij? Ik heet Amaru. Waarom wil je dat weten? Weet jij? Jasmin toch? Ja, mooie naam, Dushi. Dankjewel. Hoe oud ben je dan? 15. Oh, ik ben 16. Hallo. Hey broertje, hoe oud ben jij? Ik ben 16. Oh ja, je bent 16 geworden laatst, hè? Ja, zo. Sterk. Hoe gaat het dan? Goed met jou? Goed. Ik met jou praat? Veel beter. Oké, maar ik weet niet echt hoe dit... Spelen. Geen stress, ik carry wel. Mijn broertje is een professioneel Fortnite speler. Hij is gekwalificeerd voor de Wereldcup. Dus oh, serieus? Ja, hij leert je het wel. Tuurlijk. Hey, maar luister dan. Of niet, Tibbe, of niet? Ja, zeker. Hey, luister dan, ben je single? Ja, ik ben single. Mm-hmm. En wat wil je graag in een jongen? Wat moet ik doen? Ik moet spelen, toch? Ja, we moeten spelen. Dat hij lief is en niet tegen me liegt. Mm-hmm. Daar ben ik goed in. ben je goed in liegen, broertje? Nee, niet liegen. Ik ben jongen, ik goed in niet liegen. Ik vertellen wat ik moet doen. Hey, maar wat is je afkomst dan? Ik ben Surinaams en Nederlands. Mm, Surinaams. Mm-hmm. Ik hou daar wel van. Oh, zo, als je dat hoort, ben ik ook wel een beetje Antilliaans Surinaams. Broertje, je moet even leren Fortnite spelen, man. Ja, je moet R2. Ga leren, broertje. Geen stress. Broertje, wat zoek je allemaal een meisje? Ja, broertje, wat zoek jij een meisje? Vertel. Oké, luister, ze moet Surinaam zijn, ze moet kunnen koken, ze moet kunnen schoonmaken en voor mijn kinderen zorgen, toch? Wat? Douchie. Kom samen, niet eens drinken delen, drinken op samen. Ah ja, is goed. Tibbe, dat is een hele goede vraag, bro. Lekker drinken. Nou, volgens mij kan ze al die dingen. Douchie, je woont toch in Nederland? Ik woon in Nederland. Dat is mijn hometown. Ja, dat is mijn hometown. Ik ben bekend in de straten van Nederland. Ja, is dat zo? Met wat ben je bekend? Ja, dat is andere kamer, hoef je niet te weten. Oh. Maar ik heb een RS3, ik heb een Golf 8R douche, dus je weet toch, je kan me altijd bellen. Oh, je kan me ophalen en zo. Ja, ik heb een privé auto, een chauffeur, privé chauffeur. Ja, dat kan ik bevestigen, Oh ja. Ik heb een privé chauffeur. Oké, ik volg hem wel. Ik heb al. Dan heb ik voor... Douchie, ik heb een cadeautje voor je. Oh, ja, ik weet niet naar wie ik toch beter cadeautje. Naar deze. Tim heeft een beter cadeau. Deze? Beter cadeau. Ja, beter cadeau. Oké. Deze is speciaal voor jou. En om maar op te proosten krijg je deze. Oh ja, dankjewel. En wat wil jij voor een huis later? Wat zijn jouw plannen voor in de toekomst? Kijk, weet je wat ik wil? Ik wil gewoon een mooie Surinaamse vrouw. Je moet kunnen schoonmaken, kunnen eten maken, voor mijn kinderen zorgen, toch? Oh ja, ja. En wat is jouw baan later? Mijn baan? Ja. Deze? Dat is een goede vraag. Nee, hier reed ik vroeger toen ik ook Fortnite ging spelen, toch in?
Ja. Gewoon een normale baan, van alles. Oh ja, oké. Vertel eens, wat wordt je baan later? Vertel. Ja, wat word je later? Vertel. Kijk, mijn baan? Ik ben al goed, ik heb al genoeg geld, dus voor nu heb ik geen baan nodig. Je weet toch, ik heb al genoeg om mijn baankaart voor later, begrijp je? Ik ben gewoon steady nu. Er wordt toch gewoon gesproken? Nee. Oh, hey, kom je? Ik kan ook heel goed rijden. Oh. Oh, damn, broertje, rij jij maar. Kijk, douche, De man moet rijden. Stap in douche. Ik geef jullie wel even privé in de golfcar. Ik geef jullie privé. Tim, kom in. Ja, kijk, ik kan zelf ook heel goed rijden, maar je weet toch, om onze armen niet moe te laten worden, heb ik gewoon een privéchauffeur. Speciaal voor jou. Maar luister, als je gewoon je eigen auto wilt douchen, is geen probleem toch? Ik kan gewoon een roze Rolls Royce voor je halen. Ja, ik wil wat je maar wilt, wat je maar wilt. Ik wil ook zo'n, een 911 of zo? Alles. Oh ja. Is dat eenmaal luister, kan je koken? Ik kan wel koken. Ja? Oké, kan je schoonmaken? Ik kan ook schoonmaken. Oké, ben je goed met kinderen? Ik ben wel goed met kinderen, toch jij en Paul? Een beetje. Ja, maar broertje, wat wil je nou eigenlijk dat ze voor je kookt? Weet je wat ik wil voor mijn koken? Ze moeten wel Surinaams kunnen koken, toch? Gewoon rati en bami en zo. Oh ja, dat kan mijn moeder ook. Ja, en weet toch? Ja, dat moet ze kunnen maken. Ze moet ook gewoon simpele gerechten kunnen maken, toch? Zoals soep, voor als ik ziek ben. Je weet toch? Oké. Dus je bent eigenlijk dat ze voor je gaat zorgen, toch? Ja, toch. En ook voor onze kinderen. Want als het niet goed is met kinderen, pa, dan hoef ik er niet. Je weet toch? Maar aangezien je het zegt, ben je weer goed met kinderen, toch? Mm-hmm. Daar hou ik veel van. Broertje, hoeveel kinderen wil je eigenlijk laten? Weet je? Hey, hoeveel kinderen wil jij eigenlijk later? Want mij maakt niks uit hoeveel mijn vrouwtje toch wilt. Nou, ik wil minstens 2 kinderen. Oké. Eerst een jongen, daarna een meisje, want de jongen kan dan een meisje beschermen. Dat waren precies mijn plannen. Hoe vind je het gaan? Hoe vind je het gaan? Wat een toeval. Gaat wel goed, van gevoel. Ja, gaat wel goed. Tuurlijk gaat het goed, bro. We moeten elkaar toch gewoon leren kennen. Ja, precies. Even die terug. En Dus YouTube is jouw werk, of zo? Jawel, dat doe ik ook wel, ja. En doe jij nog iets anders buiten YouTube, of? Dat is een beetje undercover, maar laten we zeggen, kan wel, soms wel, soms niet. Wat doe je dan precies buiten YouTube, ombroertje? Kijk, sommige mensen moeten gewoon op een plek gezet worden, toch? Oké. Duidelijk. Bijvoorbeeld als iemand zoert doet tegen mijn vrouwtje, dan moet hij even een dutje gaan doen. Dan moet hij even gaan slapen. Jasmijn, wat vind je tot nu toe van broertje? Ik ben wel een goede jongen. En jij broertje? Ik ben zeker een goede. Ja, ze is wel. Ja, ik tot nu toe ook wel van haar, ja. Oké. Je houdt al van haar. Ze heeft alles wat ik wil in een dame. Oké, en waar zou je de meenemen naar de eerste date, broertje? Waar zou je de meenemen? Ja, wat zou je voor eerste date? Luister dan. Voor eerste date. Vind je sushi lekker, douchey? Ik vind sushi hartstikke lekker. Ja, ik ook. Dus we gaan samen gewoon lekker sushi eten, toch? Ik neem haar mee naar een all you eat. Je weet toch, zo dat ze kan eten hoeveel ze wilt. Een walk-in? Oké. Je weet toch, dat is geen stress. Waar je maar naartoe wilt, douchey. Je weet naar hier, ik breng je naar daar, toch? Dat is geen stress. Maar wat zou je als tweede date doen? Ga weg. Mag jij kiezen, douche. We kunnen overal naartoe. Ik neem je mee naar Parijs. Oh, om even een tasje te halen. Dan moet je wel een tas kopen. Ja, zeker. Ik zou Chanel, Dior, alles wat je weet, alles. Mensen, er zijn mensen daar zo. Laat komen. We gaan die man even laten weten waarom dit is. Je moet er wel goed beschermen dan, broertje. Ik kan jou protecten, bro. Kom maar. Geen stress. Kom. Je bent veilig bij mij. Ja, ik sta in het hoekje. Het is veilig bij mij. Het is niet de eerste keer dat ik ben beschoten. Oh, echt? Ja, dus ik kan er wel tegen, ja. Hoe vaak ben je beschoten dan? Dat houden we undercover zo. Dat is niet iets voor jullie oren. Ja? Wist je dat mijn broertje vast heeft gezeten? Waarom heb je vast gezeten? In de jeugddetentie. 3 jaar. Ja. Wat dan? Wat heb je gedaan?
Je weet toch, iemand moest even op de plek gezet worden. Kijk, hij deed, je weet toch, hij was slecht aan het praten over van mijn familie, toch? Nee, over familie gaat het ver, hè? Ja, begrijp je? Dus we moesten die man even laten inslapen, toch? Want hij moet niet zo komen doen tegen mij. Ja, ik snap je. Wat? Vind je dat echt dat hij zo'n verleden heeft? Nou, hij heeft gewoon een goede reden ervoor, toch? Ja, precies. Juist. Kijk, als hij gewoon iemand op ons neer had geslagen, kijk, dan had ik er wel wat anders over gedacht. Maar, er zat een reden achter. En wat voor muziek hou jij van? Muziek, ik hou niet echt van muziek. Ik ben gewoon, je weet toch, een rustige persoon. Jij houdt van geen muziek dus? Niet echt, maar je weet toch, als jij muziek op de douche, dan kan ik er gewoon mee luisteren met jou, toch? Nee, Tom. Ik heb Ik ga die mannen laten weten. Eén dood gesnijpt. Lekker. Hoeveel earnings had je nou, broertje? Je hebt de 8 earnings? In earnings heb ik een paar miljoen. Oh, oké. Okay. Dood. Dat dan krijg je voor om op YB te schieten, zo. Ik heb een cadeautje voor jou, kom. Deze is voor jou, douche. Waar ben je? Oh, dankjewel. Kom, volg mij, kom. Laat me jullie twee even naast elkaar zien dan. Ik kom eraan. Kom maar. Oh, waar moet ik naartoe? Ja, ik vind jullie twee wel bij elkaar passen hoor. Jawel. Oh. Wat is dit? Hier, ik ben naast. Ah, dankjewel. Oké, ik ga hier een mooie gebouw voor je bouwen. Wat ben je een gentleman, hè? Maak je een huis voor mij? Ja, yes, zeker. Kijk. Met een mooie hartje erin, kijk. Ja, bouw een hartje dan. Kijk hem. Ah, zo schattig. Kijk hem. Deze is voor jou, douche. Maar nu word ik echt super makkelijk dood gemaakt. Range gadgets nice. Kijk, ik ga speciaal een drop voor jou. Kijk. We hebben die voor jullie geholpen. Oké, dan. Jasmijn, wat vind jij van broertje? Ik vind broertje echt geweldig. Oké. Dus je gaat wel met hem op een eerste date? Ik zou wel met hem op een eerste date gaan. Oké, en jij broertje, wat vind je van Jasmijn? Zeker, ze is een topmeisje. Heb je nog vragen, broertje? Ik heb nog één vraag. En dat is? Dit is echt de grote vraag. Ja. Heb je dikke billen? Ik heb nog een vraagje. Ja? Heb je Snapchat? Ik heb Snapchat. Mag ik je snap? Ja hoor, je mag mijn snap. Oh, wat lief. Broertje? Ja? Ik ben best wel trots op je. Tuurlijk. Ja, je hebt die family heeft hij die W-Riz gegooid. W-Riz? Ja of nee, laat nu achter in de comment. Heeft hij W-Riz gegooid? Ja of nee, laat nu achter in de comment. Gebruik code QUABI voor 200 speed en code HANBI voor rechterhand en baba.